Hallo, we zijn een super toffe project van mij, Kookvion. Mijn naam is Sorosia. Vandaag gaan wij een kookvion maken. Vandaag maken wij zeekookhanden met lievelings recept. We hebben natuurlijk gehakt bonen. We hebben ook bijvoorbeeld tomaten. En natuurlijk ik weet niet wat het heet, paprika, dat is mama. En we hebben ook olijfolie in een pan. En we kunnen nu beginnen. Dat is precies, dus snij gewoon dit er af. Gewoon in mijn slip mesje. Snij die het gewoon er af. Kijk, ik moet maar op pins. Ja, wel lastig om af te halen. Want dan heb ik deze nog. Even van deze. En ook een andere mensen. Even kijken. Zout. Peper. En nu doen we gewoon nu peper en zout in de pan doen. Gewoon een stukje dus. Niet te veel op. Dus niet zo lekker dus. Pan. We moeten wel lekker zijn en lekker smalzig. Ik weet niet wat ik ga opnemen. Dus die zit ook nu. Doorheen. Even mooi vlakjes maken. Gewoon even nagelen. En dit heb ik niet zelf. Omdat ik heb natuurlijk via Sinterklaas heb ik een standaard gekregen. Ik dacht in mijn hoofd. Zal ik een kookvideo's maken? Voor elke dag. Gewoon elke dag kook. En nu doen wij natuurlijk. Paprika doe ik nu in de pan. Gewoon even kijken waarom we van afhalen wat. En dan gooi dit gewoon lekker in de pan. En ik dacht, hier zo wel doet, gooi ik gelijk echt alles gelijk in de pan. Echt alles. Dan wordt die ook lekker mozig. Dus we moeten lekker smeren vanavond met papa en mama. Dus ik ben met mijn ouders. Later. En nu doen wij natuurlijk paprika doe ik nu in de pan. Gewoon even kijken waarom we van afhalen wat. En dan gooi dit gewoon lekker in de pan. En ik dacht, hier zo wel doet, gooi ik gelijk echt alles gelijk in de pan. Echt alles. Dan wordt die ook lekker mozig. Dus we moeten lekker smeren vanavond met papa en mama. Dus ik ben met mijn ouders. Later, als ik met mij meteen. Mijn vrouw dus, ze zijn nog niet getrouwd dus. Dan krijg ik kinderen van mijn papa, mama, opa en oma. Ik huwelijk met papa en mama, eigenlijk opa en oma. Die wordt burger dus. Daar wordt ook een vlucht dus over gemaakt, want we kinderen kunnen krijgen. Dat is echt heel leuk dan. Nee, ik zie een groepje mensen dus. Goed, die lekker blij wordt. Omdat ik ook zelf vandaag opgewoon. Ik dacht vandaag toch een aan jullie denken. Ik dacht dat ik graag een kookvideo ga beginnen. Met jullie. Als jullie goed vinden en gewoon
Nu draait de glazuur nu in de pan. Alles. Dus. Zo, dus dat is één. We hebben nog eentje ervoor. En trouwens, twee even roeren. Even wat klein maken dus. Papa, dat is het nog niet. Als die klaar is, dan gaan we lekker beginnen met eten. Dan, als papa nog niet is, dan gaan we natuurlijk een vogelijk erger aan deze vlog dus. En de roembel die ik niet opneem dus. Om, in India zo spelen. En nu doen we meteen hak nu lekker knippen. Gelijk de winnen van. Die wordt niet pittig, omdat er. Nu is het gewoon nog een pakje meneer met sambal dus. En nu ga je die knippen. Heel goed knippen, anders zit ik in vingers. Anders ga ik niet mis, dat ga ik niet mis. Nu is die domeer. Gewoon even hier. Nu is die domeer nu. Die vast nu gelijk in de pan. Gewoon even alles gelijk. Als die. Heel wat lastig is er nu. Dan. Schiet hier wat is. Dus het echt niet gaat, gewoon even dus brei knippen. Gewoon. En nu is het klaar, jongens. Mijn eten is klaar. Zelf gemaakt. Bang voor jullie op meer zien en nou, gewoon weten. En is het hier mijn kookvideo af. Vind je mijn kookvideo zo leuk? Gewoon zo'n duimpje omhoog. Abonneer je naar en druk je bij elke dag. Mocht niet, maar bij elke dag. Ben ik weer terug van een nieuwe kookvideo. Dat is niet kikken. Zoals altijd. Kikken. Wetten. Peace.